Voorzitter, als we kijken naar de voortgangsrapportage zien we gelukkig dat er vele zaken goed gaan. Tiel timmert, niet alleen gezien alle omleidingen in de stad, letterlijk aan de weg. En bouwt op vele vlakken aan een mooie en betere gemeente. Tiel is een prettige plaats om te komen en te wonen. Het CDA wil wel aandacht vragen voor een aantal zaken die volgens ons niet goed gaan. En waar we ons inziens voortvarend mee aan de slag zouden moeten. Ik wil er drie noemen. Als eerste is verfvuil. Bij de begrotingsraad hebben we hiervoor aandacht gevraagd. Maar we zien helaas te weinig resultaten. Als je door de stad loopt, zie je de overvolle afvalbakken. En op sommige plekken zijn zelfs afvalbakken weggehaald. We hebben de indruk dat uitbesteden naar de AVRI de zaken op zijn zachtst gezegd niet hebben verbeterd. Ondanks de extra middelen die zijn ingezet, hebben we nog niet het idee dat er voortgang is geboekt. Kan het college ons informeren over de voortgang hieromtrent? Naast de gemeente moeten ook de inwoners zelf hier echt mee aan de slag gaan. Wij zijn zelf ook verantwoordelijk voor een schone leefomgeving. We willen voorstellen om het jaarthema van de raad komend jaar hiervan in teken te laten staan. Onder het motto Tiel Schoon zouden we onszelf en onze inwoners willen uitdagen om initiatieven te ontwikkelen om hiermee aan de slag te gaan. Deze vorm van burgerparticipatie brengt mij bij ons tweede punt. We zien al prachtige voorbeelden. De geveltuintjes, bewegingstuin, buurtpreventie, etc. Ook onze buurthuizen kunnen rekenen op enthousiaste vrijwilligers. Toch hoort het CDA veel geluiden dat het niet overal soepel loopt. Met name de communicatie met de gemeente kan beter en men vindt het moeilijk om aan financiële middelen te komen. Het CDA is van mening dat daar onze wijkbudgetten voor bedoeld zijn. We horen echter van initiatiefnemers terug dat het in de praktijk lastig is om daar gebruik van te maken. Er ligt ons inziens aan de doelbeschrijving van deze budgetten en de ondoorzichtige procedures om er aanspraak op te maken. We dienen daarom een amendement in om helder te krijgen wat nu wel en niet kan met de wijkbudgetten en willen op basis van deze informatie de Raad opnieuw laten vaststellen wat en hoe we burgerinitiatieven kunnen financieren. Ik begreep dat het een motie is. Klopt dat? Zeg ik amendement? Ja, zei je amendement. Ja, dat is een motie, sorry. Ja. Voorzitter, onze vraag bij de eerste voortreportage over onze motie glasvezel, die raadsbreed is aangenomen, was klip en klaar, namelijk kan de gemeente aangeven welke initiatieven zij al genomen heeft en gestimuleerd richting de regiogemeente en de provincie om gezamenlijk de krachten te bundelen. Welke stappen zijn er al ondernomen en is er al een lobby gestart? Kortom, onze vraag is wanneer gaat de college nu echt aan de slag met onze motie? Verder nemen we kennis van de eerste voortgangsrapportage, de perspectievennota. Voorzitter, het zal duidelijk zijn dat het CDA ondanks onzekere financiële tijden veel perspectief ziet voor Tiel. We willen toch blijven investeren omdat we genoeg vertrouwen hebben in de kracht van de stad om op korte en op lange termijn in woelige wateren toch te blijven bouwen aan de ontwikkeling van onze gemeente. We geloven heilig dat deze investeringen een gunstig invloed kunnen hebben op de aantrekkingskracht van de stad en noodzakelijk zijn voor onze inwoners en verbetering van de centrumpositie in de regio. Daarbij is een gezonde binnenstad cruciaal. Belangrijk hierbij zijn ook onze poorten, maar zeker ook een goede inrichting van de Waalkade en de haven. We zijn trots op dat we in de huidige coalitieperiode een belangrijke stap kunnen zetten. Het abonnement dat de financiering regelt, daaromtrent dienen we mede in. We vinden het ook prettig om te zien dat de ondernemers van de binnenstad samen met Hart van Tiel de handschoen hebben opgepakt om uitvoering te geven aan projecten met als doel de binnenstad aantrekkelijker te maken. Het CDA is ervan overtuigd dat een vitale en aantrekkelijke binnenstad alleen mogelijk is als ondernemers zich samen hiervoor inzetten. Nu dit gebeurt, wil ook het CDA de Tielse ondernemers nogmaals een stimulans geven van 75.000 euro om hun plannen te realiseren. Het CDA dient met anderen hiervoor een amendement in. Het CDA vindt ook belangrijk te investeren in de mensen, met name als het gaat om de gezonde leven. Sport is daarbij een belangrijke factor. We zijn blij en trots dat we deze perspectievennota wel de middelen hebben kunnen vinden om voor VVV Waardenooien twee kunstgrasvelden aan te leggen. Hiermee lost het CDA invulling haar belofte in aan de voetballers van Waardenooien dat we ze niet los zouden laten. Het CDA zal met Andri voor een amendement dienen. Ik heb inderdaad begrepen dat er nu een amendement ligt. Wij stellen voor ook om dat die amendement samen te voegen. Want uiteindelijk gaat het ons natuurlijk gewoon dat die velden worden aangelegd. Dat is het belangrijkste. Voorzitter,
U weet dat wij in uw raad ons altijd hard hebben gemaakt voor de veiligheid van onze stad. Na stevige repressie hechten wij ook grote waarde aan preventie. Het Veiligheidshuis en Veilige Wijkteam zijn hierbij onze belangrijkste instrumenten. Met name de toegenomen overlast in het centrum wijzen de noodzaak hiervan. Gebleken is dat bewakingscamera's een goed instrument zijn om daders te lokaliseren, zodat zij vervolgens kunnen worden opgepakt. Het CDA dient hiervoor extra camerabewaking, mede met de VVD en anderen een abonnement in. Het PvdB trouwens ook, sorry. Ons signaal is helder. Met betrekking tot de veiligheid van onze inwoners mogen we niet verslappen. Voorzitter, ik wil afsluiten met een oproep doen aan ons allen om ook in moeilijke tijden met een ondernemende instelling positief samen te gaan werken aan een mooier, gezonder en vooral prettiger Tiel. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de fractie van ProTiel. Mevrouw Jan.